De Magna Impact Pro is de meest technische jas die Magna tot op heden heeft ontwikkeld. Dat komt omdat hij is gemaakt van een gelamineerde buitenlaag. Wat wil zeggen dat er geen water door de stof heen kan, maar dat je vocht en transpiratie wel heel makkelijk vanuit de binnenkant de jas kan verlaten. Ik ben Mark van Motorkledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Magna Impact Pro, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Magna Impact Pro is bij uitstek gemaakt voor de tourmotorrijders, de allroad motorrijders die echt het hele jaar door op de motor stappen. Door weer of wind, maakt niet uit, als het regent dan kun je gewoon met deze jas de straat op. Doordat die is voorzien van een waterdicht en ademend gelamineerd membraan, kan je gewoon uren door de regen rijden, kom je aan op locatie, schud je je jas uit en heb je gewoon weer een droge jas. Waar je bij de normale motorjassen vaak de slijtvaste laag los hebt en het regenmembraan erachter, waardoor die slijtvaste laag zelf water gaat opzuigen. Dat is bij deze jas dus absoluut niet het geval. Nou, door de uitneembare thermovoering die vrij dik is, kun je de jas dus ook nog in de winter prima dragen. En richting de zomer haal je een keertje die thermovoering eruit. En heb je doordat de buitenlaag waterdicht is, door de ventilatieritsen directe openingen. En zal de ventilatie die binnenkomt direct over je lijf verkoelen en kan die er aan de achterkant ook weer uit. Het is echt een all-season jas waar je gewoon altijd mee op de motor kunt stappen en er gewoon vanuit kan gaan dat je droog overkomt. Hij is gemaakt van een heel dik slijtvast polyester en op verschillende plaatsen nog extra verstevigd door een nog dikker Cordura voor extra slijtvastheid. Nou, naast het slijtvaste materiaal zien we een slider, een schouderslider aan de zijkant voor nog meer verhoging van de slijtvastheid en een nieuwe SafeTech protectoren op de schouders en de ellebogen. Deze protectoren zijn van zichzelf vrij zacht, gaan heel mooi om je gewrichten zitten, daar heb je bijna geen last van, maar bij impact worden die hard en kunnen die daardoor heel erg veel energie absorberen. Ze zijn aan de ene kant heel erg comfortabel, maar aan de andere kant gewoon ook heel erg veilig. Op de schouders en op de ellebogen dus, en die op de elleboog loopt echt ver tot aan de onderarm door. Op de rug hebben we dan nog de mogelijkheid om de jas te upgraden met een rugprotector. Er zit nu wel een schuimpje in voor de vorm, maar je kunt eventueel een CE level 2 gekeurde backprotector erin steken. Die kan je via de binnenkant van de jas in een zak doen. Stop je er één keer in en dan heb je er geen omkijken meer aan. Nou, aan de achterkant hebben we dan nog de mogelijkheid om nog een extra ventilatieuitlaat open te zetten. Dus de lucht die er aan de voorkant inkomt, kan er dan aan de achterkant zo weer uit. En we zien hier aan de achterkant een kleine rits. Deze is om het Vision Vest van Magna toe te voegen. Dat is bij deze felgele kleur absoluut niet nodig. Maar de jas is er natuurlijk ook in andere kleuren. En als je bijvoorbeeld de zwarte kiest, kun je door middel van dit ritsje en de lusjes aan de voorkant het Vision Vest eraan dragen. En ben je ook nog goed zichtbaar bij nacht. Een grote zak aan de achterkant zorgt ervoor dat we belangrijke of grote spullen mee kunnen nemen of eventueel de voering erin kunnen doen, zodat je als je op een langere motorrit gaat alles bij je hebt wat je nodig hebt. Aan de zijkant zien we dan nog dat we de jas kunnen stellen. Rondom de middel, we zien eigenlijk overal waar we kijken voldoende reflecterende stroken, dus we kunnen echt alle kanten ermee op. En aan de voorkant zien we dan de connectoren voor het Vision Vest die we aan de voorkant vast kunnen maken. Aan de zijkant hebben we hier dus de directe ventilatie. We zien een hele dikke rubberen rits of een schuifsluiting die ervoor zorgt dat als die dicht zit dat die ook 100% waterdicht is. En als die open is dat je dus directe ventilatie tegen je lijf aan hebt. Nou, als we dan op de armen kijken zien we verschillende mogelijkheden om de mouwen te stellen, eventueel de protector nog strak te stellen. En we zien een wijde ingang voor eventuele korte handschoenen. Nou, hieronder zien we de voering, heel erg netjes afgewerkt, zul je straks aan de binnenkant ook zien. We kunnen natuurlijk ook, als we hem helemaal strak doen, handschoenen eroverheen dragen als het wat kouder of natter wordt. Grote steekzakken aan de zijkant. Kunnen we voldoende spullen meenemen, zijn waterdicht. En aan de zijkant kunnen we onze handen in de zakken doen. Die zijn afgewerkt met een vliesmateriaal aan de binnenkant, dus lekker warm. Als je bijvoorbeeld een tijdje door de kou hebt gereden, kun je daar lekker je handen in opwarmen. Ook een waterdichte pocket aan de voorkant. Heel veel opbergruimte dus, super praktisch. En aan de voorzijde zien we het kraagsysteem van Magna, wat heel makkelijk is. Je klikt hem er zo vast, maar je kunt hem ook nog door middel van de ratel kun je hem strakker zetten. En je tikt hem zo los. Dus je kunt hem iedere keer naar wens afstellen of je er nou een kool of iets anders onder draagt. Het zit eigenlijk altijd naar behoren. Nou, hierachter zien we de watergoot, die wordt gecreëerd als de rits dicht gaat. Dus twee ritsen aan de voorzijde om hem maximaal waterdicht te houden. En we vinden Napoleon Pocket. Eventueel documenten of telefoon in op te bergen die 100% waterdicht moeten blijven. Andere leuke feature is dat de jas is voorbereid op het heatvest van Magna. Dat is een verwarmd vest wat je in de jas kan maken voor de mensen die echt de hele winter doorrijden. Er zijn nog voldoende zakken en de wintervoering. Dat is een losse jas die je ook eventueel als je bijvoorbeeld ergens aankomt nog als los vest zou kunnen dragen. Je maakt hem los aan allebei de kanten en bij de armen. En je haalt de bovenjas er vanaf en heb je gewoon nog een lekker jasje voor de warmte. Voor als je bijvoorbeeld op een langere motorreis gaat, heb je daar s'avonds ook nog iets aan dat vest.
Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van deze jas een maat medium. Nou, je ziet dat hij mooi aansluit, de voering zit er ook in. Als hij eruit gaat wil je natuurlijk niet dat de jas te veel gaat wapperen. Dus qua maat zou deze jas prima bij hem zitten. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Kleding Center doet? Volg ze dan op Facebook, Instagram of abonneer u op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motor Kleding Center TV. Bedankt voor het kijken.